Goedemorgen, middag, avond allemaal. Welkom bij deze zoveelste deel van de livestream. Ik weet al niet meer, ik ben de tel ondertussen kwijt. Het is nog steeds van de livestream van 8 mei 2016. En de vorige aflevering hebben we heel erg veel gedaan. En ik wil ondertussen alvast zeggen, een random kerel. Je bent geweldig, dankjewel voor de follow. En voor YouTubers, leuk dat jullie kijken naar deze deel van het livestream gebeuren. We zijn nog steeds bezig met Pokémon Soul Silver. We hebben nog steeds geen Eevee gevonden. Eevee staat hier naast me, gewoon gezellig. Als... Sorry. Hulpsymbool. Dus, doe, daar ben ik weer, intro. Daar ben ik weer! We hebben ook een chat bij, namelijk. Gee, do you think? I think too. Denk ik. I very good English speaking, bro. Goed. Welke heb jij? Een Gallade. Nou, wij hebben een Bite. Maar ja, dat is normal, omdat jij bent volgens mij een psychisch vecht-type. Dus wij doen gewoon Spark. Hand voor mijn mond. Maar je hebt al een Eevee. Niet in dit spel! Oh boy. Oh ja, het is een special attack en hij is niet zo goed. Ja, maar dit is onze supportive Eevee. Die kennen hier in het spel zitten. Dit is een supportive Eevee. Een hele andere Eevee. Nou, die had één Pokémon. Hartstikke leuk. Eens even kijken. We should try and both... Ik wil je telefoonnummer niet. Ga alsjeblieft nou eens een keer aan de kant, want ik ben de beu om de hele tijd te horen van... Hé, hey, mag ik misschien een telefoonnummer hebben? Want dan kan ik je de hele tijd gaan irriteren over hoe goed dat mijn Pokémon wel niet zijn. En hoe goed de Pokémon dat ik wel niet gevangen heb. En hoe spannend dat die avonturen wel niet waren van de Pokémon... Ga gewoon heen. Nobody likes you. Woon je alleen? Nee, ik woon samen met Melon. Wie is Melon? Dat is mijn konijntje. Poef! Gallade is een awesome Pokémon om te hebben. Maar daar gaan we niet voor. Oh, we hebben Sandstorm gevonden. Oké. Okay. Mag Melon in beeld? Melon die heeft het op dit moment ook eigenlijk best warm. Maar ik zal eigenlijk heel even kijken op het einde van de stream dan. Nee, Gallade is eigenlijk hartstikke goed. Tenminste, dat vind ik persoonlijk. Maar goed, we zijn eindelijk aangekomen in Goldenrod City, waar we dus weer een gym badge hebben. Vang hem! Ik heb hem al gekilled. The delay is real. Melon stream! Ik zal Melon dadelijk dan nog heel eventjes in stream doen. Als ze wil, hè. Als ze wil. Als ze niet wil, dan houdt het op. Hallo. Ja, level, dat wil nooit altijd alles zeggen. Daar weten wij alles van. Hoi. Denk jij nog iets boeiends? Nee, je bent irritant. Willen we Voltorb flipspel doen? Nee. Eventjes even voor de zekerheid. Het valt me eigenlijk best wel mee dat we nou nog geen één bug PT zijn gekomen. Daddy Jim vond ik nog steeds het moeilijkste in Heart Gold. Helemaal mee eens, maar ja, het is een... Het is random, dus... Oké, we hebben in ieder geval een hele goede shop daar. Oh, wacht eventjes, we moeten Miss Megis... Sabrina moeten we nog even in ons team gooien. Sabrina... Kom toch maar bij ons in het team. Wij hoeven toch die Dratini niet. Dus gooi nou maar die Miss Magius. Want Sabrina, dat hebben we nodig. Ik weet niet wat ik zing. Renier, jongens. Onze eerste Legendary, die hebben we ook hier nog steeds. Prime time. Meteen, ja, nou, of we hebben dadelijk in één keer een Legendary voor onze neus. In mijn testfile had deze in één keer een Legendary die bijna heel mijn team swipte.
Maar goed, we hebben dus Sabrina bij ons. We hebben eigenlijk gewoon 3 vrouwelijke Pokémon en 3 mannelijke Pokémon. Goed in balans vandaag. Moet zij toch heen en weer ruilen met een Meadowcoat, dan evolueert hij. Weet ik, alleen helaas heb ik niet de mogelijkheid om deze randomizer te gaan ruilen. Plus, ik vind de randomizers zijn niet echt legit Pokémon, dus die vind ik niet dat je die moet gaan ruilen met andere mensen. Dus, gaat ook niet gebeuren. Laten we eens heel eventjes hier naartoe gaan. Dan kunnen we heel eventjes naar onderen toe. Be careful, get off your bike in the tunnel, maak zelf wel uit. Hi. Ik ga lachen als Whitney nog steeds een miltank heeft. Ik weet dat dat een Dragonite wordt. Ja, gyms zijn ook random. Maar die wordt pas een Dragonite op level 55. En we zijn op Eevee-jacht. Dus dan hebben we dadelijk eindelijk al die pijn en moeite gedaan. Dan hebben we ondertussen 5 Eevees, komen de 16 Eevee tegen. Moet Dragonite er nog uit, alsnog uit. En we hebben een fashion case. Joepie. Oké, nou laten we eens eventjes hier die trainers maar eens even onderaan gaan doen. Dan kunnen we Sabrina ook even wat extra experience geven. I got booted out of the game coin. I keep winning at the new coin game and they thought I was cheating. Arme jij! Nogmaals, begrijp me niet verkeerd. Ik vind Dragonite ook hartstikke gaaf. En oh, een Zirritant! Dat is eigenlijk best wel handig. Want wij kunnen namelijk Psywave. En Astonish, Spite, Growl... Psywave! Daar ben ik blij mee. Gozer, ik zeg het maar gewoon, je bent een ENA. Oh, oh, op zo'n manier. Doei! Ik ga lachen als je in de hele Let's Play geen Eevee ziet. Dan ga ik heel erg hard huilen. En Sabrina heeft een groot probleem. Schokkend. Ik ga echt geen Eevee killen. Nee, dat zou ik nooit doen. Of zoals Nienwezen zei, een vliegende rat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 a. Rat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 
Ze zat er echt zo van, koud? Nee hoor, ik heb het helemaal niet koud. Linky Boy, het was gezellig dat je erbij was. Leuk dat je er was. Fijne avond nog. Nee, ik snap dat niet, want mensen gewoon echt zo... Ja... Dan een partijtje, die snappen dat gewoon niet. Ik bedoel, entertainers, acteurs, noem maar op, die doen dat soort dingen voor camera's. Ik bedoel, dat gaat al jaren zo. Ik snap niet waarom dat dan zo geschoold moet gaan worden. Echt, ik snap daar de logica's nog steeds niet van. Ik ben altijd echt maar echt tegen het schelden geweest. En als de Eevee van de trainer is, dan moet je hem wel killen. Nee, dan ga ik gewoon de hele tijd zo heel zielig naar die camera zitten staren zo van... Maar dat zien jullie wel als onze eerste Eevee of evolutie van een trainer inderdaad zou zijn. Psywave! Mijn favoriete Legendary, dat is en zal altijd blijven... ik denk toch wel Mew. En Sabrina doet bijna geen schade omdat Sabrina een veel te laag level is. Plus is geen shape type attack bonus. Maar ja, misschien kent deze zijn Flora niks, dus ik krijg wel lekker veel experience. En ik mis weer. Ja, maar ik heb er ervaringen mee tot spellen gemeen tegen mij zijn. Ik krijg ineens heel veel flashbacks ervan. Oh, oké, als jij zo gaat beginnen, prima. Dan gaan we gewoon heel eventjes swappen, want dan heal jij je eigen de hele tijd. En dan heeft dit geen nut. Dus ik denk dat we met Sabrina nog heel eventjes toch moeten gaan swappen en zo. Maar dat maakt niet uit, Sabrina krijgt dan toch wel experience.
Let's play vloek. Hoest, hoest. Ja. Hoest, hoest. En dat is precies hetzelfde dus met... Special Attack gaat weer omhoog, netjes. Maar dat is dus precies hetzelfde met Random Eevee die je dus krijgt. Dat is dus nou ook geen Eevee. Maar ja, we zouden wel heel veel Eevees kunnen vangen dus. Als we dus een plek vinden waar dus Random Eevees in één keer spawnen. Hello, my dear. I sell an expensive medicine. They're good, but it's rival bitter. Your Pokémon may not like them. Creepy. Wat we eventjes kunnen doen is, we kunnen heel eventjes zooi die we zeker nooit gaan gebruiken, kunnen we even verkopen. Zoals Black Sludge, die zal ik nooit gebruiken. De White Herb, ja, hou maar gewoon toch eventjes voor de zekerheid vast. Pokeballs, Taunt, die ga ik nooit gebruiken, die kunnen we eventjes verkopen. Sandstorm, die gebruik ik nooit, die kunnen we gaan verkopen. Roost, zullen wij ook niet gaan gebruiken. Oh, daar heb ik er twee van zelfs. Nee, Flash. Oh, terug. Flash kunnen we hem eventueel nog wel gebruiken. En U-turn, die denk ik nog steeds aan site te gaan leggen, maar dat weet ik nog niet zeker. Oké. Okay. Please come again. We hebben nog geen happiness training op dit moment. We kunnen daar een foto laten maken, maar daar heb ik geen zin in. Laten we gewoon... Oh, hoi. Eevee, wel blijven zitten. Ik ben mascotte vandaag, hè? Goed. Kuelos Koemart is het... Oh. Wie vindt deze stream ook zo leuk? Ah. Een beetje achterstevoren. Gibble! Wat de neus is een gibble? Hoort zo, flinch, altijd leuk. Oh, snijkvogels, I can't Dragon Rage. Oh boy, dit is dodelijk. Oh, dit is heel erg dodelijk. Gibble, dat is toch een draaktype? Objectsel, headbutt hem. I can Dragon Rage. Dat doet 40 schade, dat is dodelijk. Hij heeft een Luxio. Deze kan nog, die kan nog geen stroom aanvallen. Dat weet ik heel erg goed uit ervaring. Absol versus Absol! Nee, ik ben niet goed met Gen 4 helaas, sorry. Objectsel is gewoon geweldig, die poont alles met headbutt. En streamertje, bedankt voor het volgen, je bent geweldig. Sizzle was dat, Sizzle? Ja, nou, dat had ik eigenlijk moeten swappen, maar dat maakt niet uit. Headbutt. It's not very effective. See if I care. Ik kan wel helpen. Met wat? Dragon Ground Type. Nou, het ergste waar ik dus het meeste bang voor was, dat was vanwege Dragon Rage. Omdat dat doet 40 HP schade. Ik ga weg. Doei. Doei, Mira. Was gezellig dat je er was. Dankjewel voor het kijken. Geniet nog van het lekkere weer. Want het is nog steeds heel warm buiten. Oké, nou, we hebben in ieder geval van die trainer weer gewonnen. Dan hebben we hier nog een trainer te gaan, dus waarom ook niet? I think you have some rare Pokémon with you. Let me see them. Oeh, pardon. Heb jij ook rare Pokémon? Ik neem aan dat dat een Bug-type is. Doei.
Rayquaza does stuff. Bedankt voor het volgen. Je bent geweldig. Nou ja, Rayquaza zijn we ook nog niet echt tegengekomen. Zou wel leuk zijn als we die ook tegenkomen. Burmy. Ah, op Jaxel die is op een winning streak. Dus waarom ook niet. Mensen terug, moet even mijn banden pompen voor morgen. Ja, is belangrijk. En Pokémon die protect doen als ze de laatste Pokémon zijn, die zijn gewoon irritant omdat ze dan niks anders doen dan alleen maar... Oh, kom op! Dit is gewoon... Dit is gewoon niks anders dan stalken. Gewoon van... Ik kan toch niet winnen, dan ga ik het maar zo lang mogelijk dranig maken. Ik kreeg net te horen dat twee jongens me leuk vinden. Help. Maar gewoon zeggen dat je niet geïnteresseerd bent, heel simpel. Gewoon zeggen, op Jaxel! Werkt heel goed. Zeg gewoon heel erg hard op Jaxel. Ah, we hebben alle trainers al verslagen, dus hoeven we er niet meer bang voor te zijn. Het is eigenlijk nou een beetje tijd tot we nou naar de Pokémon Center gaan. Dan gaan we naar de Radio Tower. Eventjes de radiochip krijgen. En dan kunnen we naar de gym toe. Wat eigenlijk dus heel erg belangrijk is. Nou, als dat het geval is, dan denk ik niet dat ze help zou roepen. Volgens mij zit de radiotoren... Ja, die zat hier. Hi. Dan zeg je gewoon op Jaxel. This is the Pokemon Lottery Corner. I'm Felicity, your attendant today. If I draw the numbers on the lucky idea in the Pokemon, you could win fabulous gifts. Would you like to check today's lottery number? Ja, doe maar. Heb je iets gewonnen? Heb je iets gewonnen? Helemaal niks. Oké, nou laten we maar eens eventjes de special quiz doen voor de radio card. Moeten we 5 vragen beantwoorden. Would you like to try the quiz? Tuurlijk. The first question... De town map. Ja, die kun je checken met de Pokekeer. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik vond het irritant. Nidorino kan alleen maar female zijn. Ja, dat klopt. Kurt, de Pokeball creator uses apricots as ingredients. Dat is gemeen, want het zijn apricorns, not apricots. Maar ja, dat zou ook natuurlijk een tekstfoutje kunnen zijn van het spel. Maar ze hebben het expres verkeerd gespeld. Vierde vraag. Het is... Deze is voor Mimé. Het is onmogelijk... Onmogelijk... om een TM te gebruiken op een Magikarp. En dat klopt. Laatste vraag. In Professor's Oak Popular Show Pokémon Talk... Is he on with Mari? Nee, hij is on with Mary op het einde met Y. Dus nee. Jee, we hebben gewonnen de radiocard. Nou kunnen we naar de radio luisteren. Wat leuk. Ja. Nee, het zijn apricorns. Maar goed, ga jij eens heel snel terug naar de gym. Omdat Magikarp geen TM nodig heeft. En dan vraag je je af waarom dat je zoveel problemen hebt tegen mijn Jolteon. Goed. Als ik me niet vergis, kunnen we hier ook ergens eventjes onze bike krijgen. Dat maakt het lopen een stuk sneller daardoor. Wil je zelf een CDI doen? Die heb ik al gedaan. En waarom lopen we nog steeds? Waarom moet ik nog steeds de B-knop ingedrukt houden? Hey, open the branch, everybody can sell my bicycles. Why is that? Could you ride a bicycle and advertise for me? Tuurlijk, wat schuift het? Really? Great. Give me your name and phone number and I'll loan you a bicycle. Bicycle. Bicycle, I wanna ride a bicycle, I wanna ride it now. I wanna ride a bicycle, I have one now. En waar heb ik die fiets? In mijn rugzak! Pokémon, het kan. In Pokémon is alles mogelijk. Wanneer een Pokémon aan nicely... it doesn't seem to like you at all, it looks mean. Oh, Misdreavus houdt niet van me. Misdreavus haat mij. Oh.
Team Rocket staat daar. Ja, maar ik heb nu op dit moment helemaal geen zin in Team Rocket. Nou ja, laten we eens eventjes die gym battle doen voordat we heel eventjes een squirt battle gaan halen. En kijken wat voor legendary Pokémon die andere legendary flower shop te komen later. Hoppakee, we gaan gewoon in naar binnen. Gaan gewoon de gym doen. Ik moet zeggen, Whitney is normaal gesproken een van de ergste Pokémon trainers die je tegen kan komen in de oorspronkelijke game. Maar we hebben een randomizer. Ben ik weer iets belangrijks gemist? Ja, je hebt heel veel Eevees gemist, was maar waar. Zo. Volgens mij is die resistent tegen... Ja, omdat het is een staal-watertype. Ik denk dat ik daar het beste mijn schokkend er tegenaan kan gebruiken. En op het moment is schokkend ook mijn sterkste Pokémon. Iedere trainer een mild en please. Luigi, we benden toch weer vriendelijk. Ach ja, één spark en het zal voorbij zijn, denk ik. Is het genoeg? Zekers. Ik bedoel, vergeet niet, Schokken is al level 20. Ladi, legendary nummer 8. Legendary nummer 8 confirmed. Dat is al de 8e legendary. Ik heb hier problemen mee, jongens. Wacht, dit is niet... Is dat geen fly? Oké, dan gaan Buggerboy. Blue Dragon, oftewel het is een draaktype. Zevende, dat was E-zelf. Hijzelf, wijzelf, zijzelf, hunzelf. En een skunk tank. Dat is poison. Ja, die kunnen wij wel aan. Draak psychisch. Oké, dankjewel. Daarom deed Dark zoveel. Oké, poison... Ik ben echt zo slecht, man. Ik zou mijn ghost kunnen gebruiken, maar... Oh, deze die gaat... Oh, boy. Oké, ik denk dat ik toch eventjes ga swappen naar Sabrina. Aangezien die kind een PC... Een psychische aanval. Ik vind het grappig dat... Ook al is er geen gen 3 en 4 dat je ze toch hier kan vinden. Ja, inderdaad. Want normaal gesproken kun je gen 3 en 4 pas tegenkomen op het moment dat je een spel hebt gespeeld. Uitgespeeld hebt. Niet doen. Skunk Tank is ook part... Nou, je bent net te laat. Misschien Astonish dan? Dat is een ghost-type aanval. Nee, dat doet al helemaal niks. Bij twijfel op Jaxel headbutten. Ja, het heeft de naam Tank in zich. Dus je kunt dit eigenlijk zien als een miltank. Volgens mij is dit gewoon de derde generatie miltank. Nee, oh ja, geef mij maar weer de schuld hoor. Oh boy, Furry Swipes.
Laat maar raden, 5 keer, omdat het namelijk de PC, het is de OP, de uitdager die, ja hoor, dit wordt 5 keer. Ja, tuurlijk! Als ik Furry Snipes gebruik, is het altijd hooguit 2 tot 3 keer. Nooit meer. Nooit krijg ik meer tot, ik heb nog nooit de 5 gehaald met Furry Swipes. Jackson. Pursuit. Dit is een dark type. Is het speciaal? Oh, is physical ook nog eens een keer. Ja, Razorwind die gebruik ik toch nooit. Ik vind dat we deze eerste trainer echt wel kunnen neerzetten als een mild tank iets, omdat het een skunk tank had. En skunk tank is ook een van mijn minst favoriete Pokémon die we tegen kunnen komen. Maar goed, dus even kijken. Welke Pokémon die zijn dus eigenlijk een beetje de trainers waarvan we bang zijn? Skunktank, Miltank, Snorlax, Wigglytuff, Blissey's. Nee, ik wil niet naar de Game Corner. Zijn er nog meer? Ik zit even te denken, maar zijn er nog meer? Mumei! Ik heb het eventjes over bulky normal types. Het is echt weer zo'n Mumei opmerking. Ik zeg van... Magikarp. Gewoon, Magikarp. Oké, nou in ieder geval, laten we eerst eventjes deze trainer hier gaan doen. Deze is trouwens helemaal optioneel, maar ik wil gewoon vechten met die mut. Ik bedoel, het zijn allemaal random Pokémon die we tegenkomen, dus... Magby! Level 16, holy snijkvogels. Ik bedoel, nou kan het nog. Dadelijk als hij dus evolueert, kan het niet meer. Doe maar Water Pulse. Magic Tank. Magic Tank. Ik weet ook niet wat ik zeg. Lunatone, daar kunnen we gewoon nog onze water Pokémon voor gebruiken, toch? Ik dacht dat dat derde generatie was en volgens mij was dat Rock Psychic. Purugly. Is dat ook een tank Pokémon? Doe ik nog maar een Metal Claw. Of je raakt jezelf, dat maakt nog leuker. Yay! Metal Claw! Doei! Oh, Meowf, I'm sorry. Je hebt geen Meowf! Waarom zeg je, oh, Meowf, I'm so sorry. Je hebt geen eens een Meowf. Sporting hij wel. Is niet wijs of zo. Ja, nou, als ik me niet vergis, moesten we hier naar beneden toe en dan konden we met haar ook nog battelen. Konden we haar battelen? Moeten we dan echt... Nee, dat is... Oh nee, zij is van de Meowth's. Dan hebben we daar nog een trainer. Hier nog eentje, daar nog eentje. Hartstikke gezellig. You shouldn't let your guard down just because I don't look tough. Ja, oké, okay, daar heb je een punt. Een kleintje dan. Goldeen. Ja, ik denk dat ik nog wel eventjes gewoon een swap doe. Ik bedoel, Sabrina die heeft echt eventjes wat levels nodig voordat ze echt eventjes competitief kan... Ik heb altijd een schema bij me als Pokémon speel. Je weet wel, wat effectief is tegen elkaar.
Ja, maar dan moet je wel weten. Ik weet wat effectief tegen elkaar is, maar... Ik weet niet wat sommige Pokémon zijn voor types. Dat is het probleem wat ik heb. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben nog niet echt helemaal bekend met hoe dat bug precies werkt. Of waar Steel nou precies sterk tegen is en niet sterk tegen is. Dus dat zijn nog een beetje waar ik nog een vraagteken achter zet. Luigi, je wil niet weten hoeveel. Oh mijn god, Snorlax. Nou ja, we hebben Psywave. Is dat special defense omhoog? Yep. Dan gaat dit heel erg lang duren. Hebben we het ervoor over? Yep, we hebben dit ervoor over. Kan ik even de chat even gaan lezen? Jongens, dit gaat lang duren. Gewoon opzoeken, staat geen timer op. Later laat je sowieso een Eevee merchandise maken. Voor de... Oh, merchandise! Nou, ik denk dat ik dan ruzie krijg met Nintendo of met Game Freak. Deze Snorlax kent geen rust. Deze is alleen maar met zijn defense aan het spelen. Deze kent geen rest. Geloof me maar, deze kent geen rest. I won! Steel is sterk tegen Fairy, Rots, Ice. En is immuun tegen Gif. Dus Steel kan ook, is ook super effectief tegen Gif-Pokémon dan. Ja, maar ik bedoel, als ik nou een t-shirt met een Eevee erop ga zetten en die ga verkopen, ik denk dat ik dan wel ruzie ga krijgen met... Wormadam. Wat de hel is Wormadam? Ik heb geen idee wat het is. Weet je wat, dit gaat mij te lang duren. Ik schakel gewoon heel eventjes over naar Waterkip. Doe even gewoon nog een vuurballetje eventjes tegenaan. Gooi je klaar. Wappy White! Amber. Protect, dachten we al. Is leuk. Wat ik nou zo leuk vind van die randomizer is, je komt heel veel Pokémon tegen die je eigenlijk nooit tegenkomt of nooit hebt gekend. Kijk, ik wil lava. Dat zijn Pokémon die je kent. Gewoon vuurtype tegen vuurtype. Nee, alleen immuun, dus defensive goed tegen Gif. Offensive niet zo goed. Oké. Okay. Ik denk dat als je jouw hoofd op een t-shirt zet, met wat Pokémon ernaast... als Like verkoopt en je mailt Game Freak, staan ze dat echt wel toe volgens mij. Ik zou het niet weten. Maar ik heb altijd nog op Jaxel bij me inderdaad. Hier, heb een double... Oh, kom op. Eén keer een Aquaracy. Oh. Daar, double kick. Battle of the Firestarters. Wat een kip wint. Ik vergeet niet... Wat een kip die is opgevoed in water, hè? Dus, Oh, no, 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 no. Yes, 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 yes. Oké, jongens, het is tijd.
Whiny. Ik ben nieuwsgierig. Dit kan heel spannend gaan worden. Als jij een Eevee hebt, serieus. Ik word boos. Ik word boos. Don't do this. Miltank heb ik vrede mee. Maar kom jij met een Eevee, dan hebben we ruzie. Magmar. Level 17 met aanvallen. Ik weet niet. Noot. In Waterkips geval is vuur super effectief tegen vuur. Nou, die van Waterkip die zal dan super effectief zijn. Oh nee, niet weer zo eentje die begint met smokeballs en zo. Dat is zo irritant. Oh nee, kom op! Don't do this to me! Random chance! Oh. Eén smokescreen! Eén smokescreen! Op Jack zal ik kiezen jou. It's not very effective. Screw you, Magmar. Hier, heb een... Oh, nou ga je met Ember beginnen, natuurlijk. Hier, heb een headbutt. Ik wist hem vaak nergens op slaan, maar er zit achter iedere kop vast wel een verhaal die mij niet boeit. Juist. Ik snap ook al die koppen niet. Headbutt. Ik ga me niet verlagen op potions, absoluut niet. Wat is de bedoeling van deze Pokémon stream? Om evoluties te vangen in deze randomizer. En Noot wil Bubble Beam leren. Dan mag Pound weg. Ik bedoel serieus. Misschien volgende week. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, Fireballs NL. Een Cyndaquil? Serieus? Je hebt dus... Je bent gewoon een vuurtrainer. Je bent gewoon een vuurtrainer. Hier, heb een headbutt. Maar toen had ik ook... Dat was niet eerlijk ook, dat is gebergd. En hier gaan we weer hoor. Hartstikke leuk, Whitney. Oh no, you made Whitney cry. Oh my god, did she cry? Oké, dan geloven we gewoon op Whitney toe en dan zeggen we gewoon... Badge! Badge! Dank je. Mijn bellenblaas is beter dan jouw bellenblaas. Na, 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 na. Dus, wie heeft er genoten? Ja, de vakantie is nou... vakantie is nou weer helaas voorbij. Maar ja, jullie hebben een perfecte week gehad met qua weer. Attract, je hebt het geen één keer gebruikt en ik zal het ook nooit gebruiken, ook niet. Oké, nou jongens, ik ben nu heel erg nieuwsgierig wat dus de Wiggling Boom gaat worden voor Pokémon. Dus, ik ben nog niet van plan om af te sluiten. We lopen heel even naar het Pokémon Center, pakken even de Squirt Bottle. En ik zie jullie dan weer... Nou ja, ik zie jullie eigenlijk allemaal, want het is een livestream. Ik kan niet random knippen. Ja, man, wat mot er nou weer? Ja, ik heb hetzelfde probleem.
Vakantie? Welke vakantie? Ik werk! Hallo! Jee, dat is een plane badge! Gefeliciteerd, heb je wit niet verslagen? Dat is knap! Eerste week sneeuw, tweede week brandende zon. Ik bedoel, de zon die kan lekker zijn. Ik bedoel, nou is de zon eindelijk een beetje aan het ondergaan, dus... Als ik nou dadelijk de deur openzet, oh, heerlijke frisse lucht die dan naar binnen toe gaat komen. En ik moet een parasol nog dichtknallen, maar dat is later. Heal nou toch even mijn Pokémon. Wat doe je voor werk? Ik werk als chauffeur. Dus ik moet de hele tijd rijden. Ja, moest huilen omdat er voor me in een jaar best veel gebeurd is. Ik heb een rotvakantie gehad. Oh, dat is minder. Nou, ik heb 2 weken geleden inderdaad, toen met Elfia, toen heb ik inderdaad alle weertypes meegehad samen met Mumee. Dus we hebben regen gehad, we hebben sneeuw gehad, we hebben hagel gehad, we hebben zonlicht gehad. We hebben echt alle weertypes gewoon gezien. Ik kan je helpen, maar ik heb geen ruimte meer voor mijn Pokémon. Dus als je nou alleen die brief mee zou geven, dan zou het wel lukken, maar ja, dan ben je heel lang. Wat? I may not look like it, but I'm pretty good at mechanics. Do you know how to listen to your radio? Yep. Ik zeg al, yep, ik weet hoe dat het werkt. Ik weet hoe... Hou je mond. Hou je mond. Nou, in ieder geval, Mirtje, heel erg voor beterschap. Voor de rest gaat het wel goed. Dat is fijn om te horen. Ja, we hebben de gym verslagen. We hebben weer een nieuwe route trouwens, dus we kunnen weer heel veel Pokémon tegenkomen. Picknicker Kim. Met een ramp. Ramp... Rij je bus, vrachtwagen of taxi? Nee, gewone wagen. Ik doe namelijk bezorgen. Bezorgen en ophalen. Oh. Kan ik nog snel swappen? Of ga je nou weer pursuit doen? Oké, gelukkig. Het is niet makkelijk om Sabrina te trainen trouwens. Jee, super effectief. Ik maakte een goede keuze. Maar goed, mogen we nou Eevee's tegenkomen? Dat zou mij een heel blij konijntje maken. Tijd voor de random vang van de dag. Hi de bruf, hè? Random vis van de dag wordt een... regels die staan onderaan beschreven. Ik heb geen bot die de regels opleest. Nou, waarschijnlijk zit hier geen willekeurige Pokémon in het water. Kom op. Ga in de hoeken vissen. Oké. Hey, we hebben beet. Vogels die uit de lucht vallen is best gevaarlijk. Ooit een keer spontaan een dood vogeltje gehad die op mijn schouder viel tijdens het fietsen. Ik viel bijna van mijn fiets van de schrik. Ja, dan kan ik wel me voorstellen dat je dan helemaal suf schrikt. En jij bent geen Eevee. Jongens, we hebben echt geen geluk met onze Eevee. Trouwens, dit lijkt op een dubbel battle, maar dat is het absoluut niet.
Ze hebben allebei één Pokémon, normaal gesproken een Nidorino en een Nidorina. Of ze hadden allebei een Nidoran female en een Nidoran male. Maar nu zijn ze dus random. En dan hebben ze een Noctowl. Ik heb het één keertje gehad dat ik dat voor elkaar had gekregen dat er een vogel op me... Ja, dat was toen ik bij... hoe heet dat daar nou? Scheveningen, bij het strand. Was niet prettig. Dus welkom wat je allemaal mee kan maken met vogels. Ja, Sabrina die probeerde ik een beetje te trainen, maar dat wil niet goed werken. Dus daarom swapte ik even naar Schokkend. Ik bedoel, het zijn random trainers die we tegenkomen. En ik wil toch nog even een paar random encounters dadelijk nog tegenkomen. En Sabrina die krijgt nou wel een beetje de leveltjes, maar we willen toch nog wel een Legendary count nummer 9. Really? Really? Nee, ik ga geen countermaker, maar ja, ik word er een beetje moe van hoeveel... Hoeveel legendaries wij al niet tegen zijn gekomen op het moment. Objectsel! Ik weet wel dat er inderdaad bij randomizers van Omega Ruby en Alpha Sapphire dat dat inderdaad een paar keer voor was gekomen. Maar trouwens, ja nee, ik gebruik de vishengel nog steeds. Dus ja. Ik heb daar inderdaad wel geluk mee. Nou, ik heel even snel healen en dan gaan we weer terug. Ik wil Sabrina toch wel een beetje kunnen gebruiken in battles nu. Ik bedoel, die is nou ondertussen level 15. Die zou nou wel een beetje voor zichzelf moeten kunnen zorgen. Het zou wel handig zijn als een Shadowball kent of zo. Mijn oma weet veel van vogels, ik heb geen idee van. Ik heb er geen idee van. Ik weet dat ze kunnen vliegen en dat ze je ramen vies kunnen maken. En dat ze heel erg vervelend kunnen zijn op het moment dat je op het strand zit en dat je echt bij je eigen denkt van ha, lekker een dagje aan het strand, zonnetje, lekker pilsje in de hand. Als je meerderjarig bent, zeg ik er even bij. En dan tot het in één keer vlots op je schouder, naast je, in één keer een heerlijke witte kwak zooi ligt. Bah. Ik hou niet van vogels. Bunny's nog nooit problemen mee gehad. Oké, wat heb jij? Sunflora, die hebben we al een paar keer gezien. Nou, Sabrina, dit keer maak jij gewoon die Sunflora, die maak je nou gewoon af. We zijn er helemaal klaar mee, niet meer zo lopen te zeuren. Ja, het ergste is True Story, Blaziken. Jammer genoeg. Flinch! Heb je Super Smash Bros. Wii U? Ja, die heb ik. Het is zo al 9:30. Ja, ik weet er alles van. Tijd vliegt. Maar ja, het is nou nog steeds licht buiten. En nou wordt het langzaam pas donker eigenlijk. Ja, dat heb je de vorige keer ook gedaan in Grain. Dat maakt niet zoveel uit. We doen gewoon nog een keer... Ook eens een vogelgrat die op mijn werk het kantoor binnenvloog was zo geschrokken dat... Van mij dat hij tegen alles vloog en op de grond viel. Vervolgens kon ik makkelijk in de handen vangen. Ik kwam tot rust en ik heb hem daar naar buiten gebracht. Ik bleef nog 10 seconden op mijn handen zitten. Toen ik mijn handen al open had om hem vrij te laten. Dat was erg schattig.
Ja, dat is wel een mooi verhaal. En dat is weer een ranzig verhaal. Vogel Stories. Waarom ook niet? Ik heb het één keertje gehad dat... dat was toen op mijn werk. Ik werkte als beveiliging. En ik kreeg een alarmmelding dat er ergens dus een alarm af was gegaan. Er bleek dus een vogel binnen te zitten. Nou, daar zijn wij de hele dag mee bezig geweest. En een guardjump, dat was toch draak? Draakgrond. En die kent Dragon Rage. En dat is dodelijk. En daar heb ik objections tegen. Draakgrond. Water doet dan normale schade. IJs zal dan super effectief zijn. Ik denk dat ik voor normaal ga. Wil je een keertje Super Smash livestreamen? Nee. Super Smash vind ik niet echt leuk om te livestreamen. Gliscor. Daar kan onze waterkip wel goed tegenaan. Was dat niet ook een staaltype namelijk? Tenminste, dat dacht ik. Nou, dan zou ik wel heel erg voorzichtig spelen als dit een Nuzlocke was, hoor. Als een Nuzlocke was, zou ik veel voorzichtiger hebben gespeeld. Dus ja, daarom zou Nuzlocke wel interessant zijn. Maar, ja... Iemand vertelde mij al dat Nuzlocke tot dat te vaak gedaan werd. En dat het dus best wel irritant was elke keer als een randomizer in beeld was. Dus, Nee, Gliscor is flying ground. Maakt niet uit, ik heb hem verslagen, dat is het belangrijkste. Bronzor, dat is een steel type. Dat weet ik zeker, 100%. Nuzlocke is op het moment dat je Pokémon feint, dat je hem dan vrij moet laten. Zover ik weet dan, hè. Dus als je Pokémon feint, moet je hem vrij laten. En volgens mij kun je dan ook nog eens een keertje de regel erbij aan toevoegen tot elke Pokémon die je tegenkomt, tot de eerste Pokémon die je tegenkomt op de route, dat je die moet vangen en tot die dus een deel van jouw teammember wordt. Kom op, Mudkip. Waterkip, sorry. Je heet geen Mudkip. Je heet Waterkip. Foutje van mij. Oké, weer een trainer verslagen. We zijn behoorlijk goed bezig. Ik wil tegen jou vechten. Kom hier. Hi. Behold my dexterity and grace. En je mag maar per route één Pokémon vangen. Is dat nou officieel een Nuzlocke regel? Of is dat nou een regel die je er eventueel bij zou kunnen gooien? En je hebt een level 2 Octillery. Wauw. Dit is die Voltorb trainer. Infernape! Switch. Nou, ik dacht, Luigi, de ene is dat je geen Pokémon Centers mag gebruiken en de andere was dat je geen Potions mocht gebruiken. Een combinatie daarvan? Nee, dat is niet te doen. Eerste Pokémon van de route is een standaard regel, maar wordt vaak zonder gedaan.
the more you learn. Wordt trouwens nog best wel donker, hè? maakt niet zoveel uit. Ik vind het best wel gezellig, hoor. Zit wel af en toe een beetje naar de camera zo te kijken van, ja... Het is nog wel goed te zien, dus. Waterkip wil nu pas Sand Attack leren? Nee. Het is gewoon veel te cheap. Likkie Likkie. Daar kan zijn Buggerboy wel tegenaan. Ja, ik zal daar ook even een lampje even aan doen. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, eigenlijk wil ik het liefst mijn deur dadelijk open doen. En dat doe ik dadelijk automatisch na de livestream. Nieuw. Trouwens jongens, ik ben trouwens ook ergens heel erg blij om op het moment. Ik heb nou twee livestreams gedaan, gisteren en vandaag. En ik heb absoluut nog steeds geen problemen met het, niet roken. Dus het stoppen met roken, dat gaat nog steeds hartstikke goed trouwens. Ik wil dat toch heel eventjes delen. Ik heb mijn deur wel de hele dag open, zeep, anders stik ik. Ja, maar ik ben de hele tijd met audiocommentaar bezig. En als ik mijn deur open doe, dan kan heel de buurt meegenieten... ...zonder dat ze een knopje hebben om mijn gezeur af te zullen zetten. En dan wil ik ze niet aandoen. Ik weet niet of dit super effectief is of niet. Ik doe het gewoon. Ik vind... Oh. Daar heb ik een hekel aan. Objection. Dan moet ik weer naar het Pokémon Center dadelijk gaan lopen. Oh. Goed zo, ga zo door. Ik ben trots op je. Dankjewel, Mimee. Ik heb er eigenlijk nooit over gepraat in mijn video's op YouTube. Of bij livestreams ging altijd de facecam uit als ik dan een sigaretje oprookte tijdens het streamen. Dan ging even de camera uit. Dus ik heb er eigenlijk nooit over gepraat. Maar ik heb 12 jaar gerookt, jongens. En ik raad iedereen aan om er ook echt vanaf te blijven ook. Dus... Standler. Ja, Buggerboy, je bent gepoisoned. Ik denk dat Standler ook wel aan kan. Maar ja, ik heb... Wat ik het allerergste vond van mijn rookgedrag was dus sowieso tijdens de livestreams. Dat dan de camera uit moest. En dat ik even dan, of bij evenementen, dat als ik dan buiten stond in mijn kostuum. Als Mario zijnde heel vaak, want Pokémon outfit die is echt net nieuw. Maar dan was ik dus bezig met... Een evenement en dan was ik daar als Mario en dan stond ik heel even buiten weer daar en dan wouden mensen op de foto en dan zei ik van nee, even wachten, ik ben heel eventjes. Ja, dat was zo irritant. En Eevee's houden niet van rook. Deze blik, die heb ik gekregen van Eevee toen hij echt zo zat. Mimic kan het confirmen bij Alfia, die blik, deze blik hier, zo'n blik, die kreeg ik elke keer op het moment dat ik aan het roken was. Dus toen had ik ook gezegd van nou, misschien is het wel een goede keuze om te stoppen met roken. Mimic kan het confirmen, echt serieus. Ik ga geen medicijnen geven, we lopen gewoon rustig naar een Pokémon Center en er gebeurt er helemaal niks. Dus we lopen heel eventjes op en neer en dan gaan we gewoon kijken in het grasveld. Even 5 of 6 encounters. En dan denk ik dat we het gaan laten voor deze livestream. Dus dit zijn de laatste encounters die we dus weer tegen kunnen komen. Hopelijk kunnen we afsluiten met een Eevee, dat zou geweldig zijn. Het is eigenlijk best wel komisch, hè? Hoe dat een plushie, gewoon een knuffel, je kan overtuigen om iets te doen door gewoon een blik of iets te geven. Ik zal trouwens nou wel even een lamp aandoen. Zo. Zo, daar heel weinig. Sabrina is feeling better. Zijn Eevee zorgt goed voor zijn trainer, inderdaad. Hij is echt een goede mascotte geworden ook, dus ik neem hem ook met veel plezier mee naar evenementen, dus
Dus daarom zeg ik ook, jongens, het maakt niet uit wat voor leeftijd dat je ook hebt. Je kunt je eigen altijd prettig voelen bij wat dan ook eigenlijk. Dus heb je graag een plusje bij je? Bij evenementen? So what? Ik bedoel, niet meenemen naar werk. Dat wordt het... Nee, dat is niet slim. I did it once, echt waar? Nee. Maar... Ik zie amper verschil, Zeep. Ik ook. Wat heb ik met grastypes en dat ik niet veel schade tegen hen doe? En waarom moeten we weer tegen zo stomme trainer vechten? Ik wil gewoon een Eevee vinden. Kom op, jongens. Ja. Mag ik nog niet... Oh, critical. Was dat geen critical? Ik zou toch bijna zweren dat dat critical was. Maar dat is precies hetzelfde trouwens. Eerste generaties hebben het niet makkelijk. Hè? Mensen die... Pokémon trainers die begonnen zijn met de eerste generatie hebben het niet makkelijk. Want ik dacht namelijk dat grastypes zwak waren tegen ghosttypes. En dat kwam omdat Gengar of Hunter of Gastly altijd weinig schade opliepen tegen grastypes. De enige reden waarom dat was, was omdat het namelijk ghost poison types waren. En dat was so not fair. Hier, heb een ghost aanval. Ja, sorry Fireboss, maar het is al bijna 9:30, joh. En ik ben ook alweer vanaf 5:30 begonnen. Dus... En het is warm. Je hoeft niet te schreeuwen. Ik schreeuw niet. Ik zou niet durven. Goed, random encounters. Eevee. We pakken 10 encounters. Dat is geen Eevee, dat is een Nammel. Objection. Dit is weer een trainer. Combusken. Milotic? Volgens mij was dat geen legendary, maar was het wel een Pokémon die moeilijk was om te krijgen. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Oké, dit duurt mij te lang. Misschien die boom tot totaal in één keer een Eevee wordt. Ik lach maar eigenlijk helemaal suf. Vang Milotic. Het is een... Nee, dit is een trainer. Dit is een trainer. Deze mogen we niet vangen. Dit is van een trainer. Oh ja, dat klopt. Ja, van die Feebas. En Feebas wordt een Magikarp clone. Zijden we in koor. Zou wel grappig zijn. Nee. Oké, nou we hebben 1 van de 10 encounters gehad voordat we dus verder gaan. Dit is nummer 2. Is helaas ook weer een nummer. Eigenlijk zou het wel grappig zijn als er een keertje de Magikarp trainer een Feebas trainer tegen gaat komen. Een Shiny Stone. Wat de neus doet dan weer een Shiny Stone? Shiny Stone. A particular stone that makes certain species of Pokémon evolve. It shines with dazzling light. Geen idee welke Pokémon dat er nog evolueert. Oké, derde encounter. Magnezone. Doei! Vierde encounter.
Weer een nummer. Ik vind Nimble absoluut niet op een Eevee lijken. Sorry. Vijfde. Een Kabuto. Die heel hoog boven het gras zweeft. Gezondheid. Oké, we zitten op de helft, maar ik weet dat hier nog een trainer zit. Maar ik weet ook dat hier een item ligt. Dus ik wil eerst even dit item even pakken. Weer een flush! Vangen hem? Waarom moet ik hem vangen? Serieus, dat is een waardeloos Pokémon. Nee. Ik ga geen Numel vangen. Ik gebruik liever mijn Pokéballs voor Eevees of Evoluties. Maar we moeten gewoon samen moeten denken dat ik even wat Great Balls insla. Ik bedoel, we kunnen nou wat Great Balls kopen, dus voordat we naar die boom toe gaan. Vergeet niet jongens, de boom is het laatste wat we deze aflevering doen. Daar evolueert de Gen 15 evolutie mee. Die light hype. Dat zou eigenlijk best wel grappig zijn. Ik heb geen idee welke Pokémon jij bent. En Astonish is niet very effective. Oké. Okay. Jij doet Taunt. Eevee, gotta catch them all. Helemaal mee eens. En welkom Mufcoon. Ah, dit doet wat meer schade. Hoi. Nou, ondertussen is Sabrina level 18. Dus op zich is dat nou ook wel een decent Pokémon voor ons team. Hypno. Dat is een uitdaging. Nou, ik heb mijn lamp ook maar even aangedaan hoor, dus slapen we weer? Ja hoor. I have this feeling that Mufcoon is actually English, because it's speaking English a lot in the chat. doe maar pursuit. Hoppakee, critical hit. Heel erg mooi. Oké, nou we hebben hier nog 5 encounters te gaan. Dan gaan we richting die boom. 5 encounters. Kunnen we een Eevee tegenkomen? Weer een Numel. Nog 4 encounters. Oh, maar omdat het echt hi en howdy en... Legendary! Nou, we gaan hem vangen. Vang die computer, Celebi. Nou, dit kunnen we wel eventjes blijven gebruiken. Dit kan geen kwaad. Nogmaals, er komt geen counter. Deal with it. Is er een aanval? Wacht, we hebben Bugaboy. Die kan false swipe. Mag ik erop wijzen dat ik zei dat we eerst een Legendary zouden vinden? We hebben hier nog 3 encounters, dus het is nog mogelijk.
Oké. Dan gaan we pokeballs gooien. We beginnen met de premierbal. Waarom ook niet? Ik zie er treurig in, jongens. Het is een legendary en we hebben maar 24 pokeballs bij ons. Nou, we drukken wel de hele tijd op de A-knop, waarom ook niet? 1. En vergeet niet, hè, we hebben Dialga ook gevangen. Ik weet niet hoe groot de catch rate van Celebi is. Ach ja. We kunnen geen status effect geven, want we hebben helaas geen Pokémon die een status effect kunnen geven. Dus... Go hond vecht tegen mijn poes. Pokémon in het echte leven. Hond, doe je tackle! Shit, die Celebi can't recover. Dat zou dan hetzelfde moeten zijn als die Palkia die we hebben gevangen. Alleen die was op level 6 en deze is op level 14. Nee, premierballs die zijn hetzelfde. Zeep, woon jij ook in Brabant? Ja, ik woon ook in Brabant. Ik ben niet echt een Brabander. 2, 3. Yes! Oké, jongens. Aangezien dat het weer een legendary is, we hebben al een eerdere legendary gehad, komen we weer voor de fun met een nickname voor Celebi. Alleen deze die geeft dus geen Pokémon codes of sticker. Dit is dus niet voor een giveaway, deze is totaal voor fun. Dus ik knip er heel eventjes naar voren toe. Deze aflevering is bijna klaar, ik weet het, we gaan een beetje in overtime, lekker belangrijk. Goed, kijkertjes. Hashtag name, spatie, de naam die je wil geven. Zo. Nee, het wordt Celebi, ik kan er niks aan doen. Sorry. Dankjewel, Blazien. Goed, we hebben nog 3 encounters te gaan. Kijken wat we tegen kunnen komen. Een Shinx, maar... Wij hebben al de evolutie eigenlijk gevonden. Dus... Nog 2. Ik denk niet dat we hier nog een andere Pokémon tegen kunnen komen, jongens. Kom op. Ja, we hebben jou net gevangen, Celebi. Ongelooflijk. 10 Legendaries en nog geen 1 Eevee. Wat is het met alle starters tegen te komen? Ho. Zou hij dit nog overleven? Tuurlijk wel. Kan je de volgende livestream dan ook het time travel event laten zien? Is dat mogelijk met Celebi? Ik bedoel, was dat niet met dat je dan met een internetverbinding moest doen? Maar vergeet niet, de DS internetverbinding ligt eruit. Ja, deze ga ik ook vangen, jongens. Deze ga ik ook wel vangen. En gevangen. Nee, we hebben nog steeds geen Eevee. We hebben wel weer een starter Pokémon gevangen. Niet dat we hem gaan gebruiken. Dus deze wordt ook gewoon voor fun een name, want ik wil toch wel een beetje de giveaways bewaren voor de evoluties die we tegen gaan komen. Dus voor fun, hoe gaan we deze Squirtle noemen? Ik knip er even naar voren. Ganon. Ganon. Klinkt al decent. Ik zou eerder voor Bowser zijn gegaan.
Dank je, Mime. Oké, jullie hebben het delay, maar op het moment dat dat dus in de chat kwam, zei Mime het. Op het moment dat ik het zei, kwam het in de chat. Geniaal. Ja, schijf maar uit, jongens. Bowser het is. Sorry, jongens. Maar dat was te mooi. Dat was gewoon te mooi. Ganon, dan zou ik eerder voor Bowser. Vloek, Bowser. het jammer is dat ik nou de chat niet in de stream heb. Want anders zouden jullie het inderdaad op dat moment al kunnen zien op YouTube. Dus, Oké, nou, we gaan heel eventjes de Pokémon healen. We hebben 10 encounters gehad. We gaan naar het boompje toe en daar sluiten wij deze livestream af. Want dan kunnen we namelijk nog heel eventjes wat Pokéballs kopen, wat heel erg belangrijk is. Spuitert, Blauwpad, Squirrel. Nee, sorry, die Bowser die was te perfect getimed. Die was echt veel te perfect getimed. Ik kan er niks aan doen. Ik bedoel, op het moment dat ik Bowser zei, kwam het gelijk in de chat. En er zit een delay tussen, dus... Poepdoos. Ja, spuitert, Squirrel. Hij squirt what off. Nee, de boom die gaan we nog bevechten, jongens. Die boom die pakken we er nog heel eventjes bij. Heel erg snel. Dit is een van de langste afleveringen van YouTube ondertussen. En dat maakt mij helemaal niks uit. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Misschien zijn jullie aan het stofzuigen. Denken jullie bijna eigen van... Ach, wat kan die zeep toch veel leuteren tijdens zo'n spel. Want dat kan ik zeker. Ik heb ballen nodig. Heel veel ballen. Dit zijn geen ballen, maar potions. Ik heb ballen nodig. Heb jij ballen? Heb jij ballen, zeep? 2016. Je hebt great balls. Krijg je dat ook elke 10? Nee, dat is alleen maar bij pokeballs. Ik wil ook een paar ultra balls. Daar kan ik er ook nog 10 van kopen. En ik heb nog een flash die ik kan verkopen. Please come again. Ja, misschien zit er namelijk een Eevee in die boom. Wie weet. Even kijken. Waar heb ik al kan verkopen? Die wil ik bewaren. Die ballen die wil ik natuurlijk bewaren. Ik kan 1 flash verkopen. Mug! Gat hem. Attract zal ik nooit gebruiken, want dat vind ik heel erg irritant. Het is hetzelfde als Confusion, maar dan nog irritanter. Want het raakt de tegenstander niet. Lepraberries en Cyprinsberries zijn altijd handig. Oké. Koop een Pokédol. Dan heb je ook een vriend. Ja, het grappige is met deze met de randomizer kunnen we dus ook evoluties tegenkomen. Hè? Dus het is niet alleen Eevee, het kan ook een evolutie zijn. Dus ik ben benieuwd welke Pokémon dat gaat worden. In mijn testfile werd het in 1 keer, volgens mij was het Rayquaza die we daar toen tegenkwamen. Maar nogmaals, het kan dus elke Pokémon zijn. Het hoeft niet per se een Legendary te zijn, dus daarom hoop ik op Eevee. Want we hebben hier nou ondertussen een Legendary gevonden, dus... Jong. Jongens, ik wil alleen die boom ommaken. Yay, Wingull! Nog een Pokémon die we nog niet eerder tegen zijn gekomen. Ik zie een mug voor mijn beeld vliegen en jij roept mug! Oké. Ja, het valt me eigenlijk trouwens ook op dat we hier... Hier kunnen we ook weer nieuwe Pokémon tegenkomen, maar dat maakt niet uit, want wij gaan nu naar die Squirtleboom. Wij saven hem. En volgende week gaan we verder met livestream. Dat zou heel gemeen zijn. Wat zit erin? Ik ben benieuwd. Even klaar met saven. Oh, de hype is real, jongens. Hype is real. Wat gaat het worden?
je zou hem kunnen verwarren voor boom. Disappointment. Pure disappointment. Don't worry. We gaan hem proberen te vangen. Ik heb geen idee wat het is. Sterker nog, ik heb nog niet eens eigenlijk zin om pokeballs eraan te gaan verspelen. Ja, als het een steen-grastype is, dan zal vuur dus gewoon een normale schade doen. Psyche doet ook gewoon een schade. Pure disappointment dit. Ik wil hem nog niet eens vangen. Dit vind ik gewoon een grote middelvinger naar mij toe. Ik wil hem niet vangen. Ik maak hem af. Ik maak hem af. Ik ga hem niet vangen, jongens. Sorry. We hebben twee leuke Pokémon op elkaar gevangen. We doen nou ook... Psywave doet nou. Het is klaar. Credili, hoe dat je ook heet. Weg ermee. Screw jou. Sabrina heeft er een level van gekregen. Daar zijn we blij om. Jongens, het is een hele lange aflevering geweest. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. That was fun. I want to give you this for entertaining me. Here have your berry pots. La 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 la. Yay, we hebben orenberries. Yay, we hebben pizza berries. Nou, ja. Dag. Dat was geen Eevee! Maar goed, volgende livestream jongens, hebben we hier weer een grasveldje waar we weer 10 encounters kunnen gaan doen. En daarbij wil ik het ook zeker gelaten. Dus YouTubers, ik dank jullie voor het kijken naar deze extreem lange aflevering. Vond je het nou leuk? Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En laat weten wat je natuurlijk van de livestreamserie zover vindt als je dit op YouTube kijkt. Wil je het een keertje live meemaken, dan kan het natuurlijk ook. In de beschrijving staat een link voor Twitch, ZeldaPlayer20. Ga daar eventjes naartoe, klik op die follow-knop. En op het moment dat we live gaan, krijg je gelijk een notificatie tot het kanaal live is gegaan. En gaan we dus verder. Let wel op, we kunnen al verder zijn dan de Let's Play-serie zelf. Dus hou er wel een beetje rekening mee. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie nog een hele fijne dag toe. Ik wens jullie nog een hele fijne dag toe, laat ik het zo zeggen. En ja, tot de volgende video wat van alles kan zijn. Tot dan. Doei!